Mark Dijkstra, gefeliciteerd. Playoffs zijn binnen. Ja, ik hoorde het net in de kleedkamer, maar dat is toch dat is lekker. Ja, zo zag het er heel lang niet naar uit dit seizoen. Nee, dat is wel een understatement inderdaad. Dus ja, we hebben de laatste strohalm blijkbaar met beide handen aangegrepen. Daar ben ik wel heel blij om. Is er wat significant gewijzigd onder Ron de Groot, behalve de uitslagen dan? ik denk dat het voornaamste verschil is, eerlijk gezegd. Er zijn natuurlijk wel kleine details die elke trainer met zich meebrengt. Maar wat je zegt, de resultaten die zijn anders dan voorheen. Staat het wat compacter nu onder Ron de Groot? Ja, sowieso. Als je de bal niet hebt, moet je dicht bij elkaar spelen. Dat is wat we willen. En je ziet dat iets meer nu gebeurt. En dat we iets meer iets gedisciplineerder en misschien iets wat dat betreft risicolozer kun je wel zeggen met Jordi en mij naast elkaar meer. En dan de laatste vier gewoon in de laatste lijn. En de buitenspelers die daar veel energie ook in moeten steken. Onze spitsen nummer 10 die snel terug moet komen. Ja, dan moet je het bij elkaar houden. En dat is eigenlijk wat er veranderd is. Dan naar de wedstrijd. 4-0 gewonnen. Ging het zoals de uitslag doet vermoeden, denk je, voor mensen die de wedstrijd niet hebben gezien? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nu klinkt 4-0 klinkt wel heel... Ja, het is wel een grote uitslag natuurlijk en daar ben ik heel blij om. Maar misschien waren de verhoudingen niet zo groot. Maar ja, daar maalt niemand om. Nee, eigenlijk scoor je weer op het juiste moment. Hè? Ging er bijna in aan de andere kant. En dan in de rebound, Dayishimiye, goede voorzet van Okita. Hoe zag jij dat? Want eerst leed Okita op middenveld balverlies. Aseïda, die alleen op Brandhorst uitging. Aseïdi. En in de rebound bleef Okita staan en gaf hij een panklare voorzet. Ja, ik denk dat ik het niet beter had kunnen uitleggen dan jij dat nu doet. Dus ja, zo ging het voor mij ook. En ja, het is een af en toe even kachel omdat het zo snel heen en weer gaat. Maar ja, ik ben dan blij dat hij erin vliegt. Heb je en een voorsprong en je hebt even weer wat rust in de ploeg. En ja, je kunt daarop verder bouwen en dat hebben we goed gedaan. Als je nu naar de play-offs kijkt, hè, het staat allemaal heel dichtbij. Zelfs de halve finale is nog mogelijk. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want het is ook niet helemaal duidelijk wanneer ze gaan beginnen met die verschuiving. Nee, ja, het is, ja, daar ben ik eigenlijk nog niet zo heel erg mee bezig. Tuurlijk spreek. Ik ook niet hoor, ja, dat snap ik ook wel. Ja, kijk, geen rekening mee gehouden, dat is natuurlijk overdreven. Maar ja, je moet maar winnen om in de buurt te komen of kans te maken. En dat is nu gelukt. En nou ja, zoals je al eerder aangaf, we hebben de play-offs nu binnen. En hoe dat verder zal gaan, ja, geen idee. Ik bedoel, eerst was het behalen van de play-offs was al een loodzware opgave. En dat hebben we gelukkig gehaald. En volgende week kunnen we misschien nog een mooier eind aangeven aan de competitie. En dan beginnen we... Ja, dan beginnen de play-offs en we zullen wel zien wanneer die starten en tegen wie en wat dan ook. Heel veel succes daarbij. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hey, dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Ja, play-offs behaald. Schitterend. Ja, zonder meer. Ik denk unieke prestatie ook. We hebben er 5 gewonnen. Dat is belangrijk. We stonden 5 punten achter. We staan er nou staan er gewoon bij de eerste 9 of 10. En we hebben het gehaald, dat is het allerbelangrijkste. En we kunnen zelfs voor stunt zorgen door volgende week 6 te worden. Alleen ben je dan wel afhankelijk van de resultaten op de andere velden. Over die resultaten gesproken, word jij op de hoogte gehouden tijdens de wedstrijd, zoals vandaag? Nee, daar kijken we helemaal niet aan. We moeten gewoon ons ding blijven doen, weet je wel. Door gewoon punten te halen. Kijk, en dit is allemaal meegenomen wat op de andere velden gebeurt. Tuurlijk hoor je wel eens wat, want tegenwoordig wordt het vrij snel gemeld. Maar goed, daar hou je niet mee bezig. Je houdt gewoon met die wedstrijd bezig. Ben je tevreden over het spel vandaag? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we aardig gespeeld hebben ook. Veel vanuit de tweede bal wel. Ook snel doorgevoetbald, van kant gewisseld. Tot kansen gekomen, goede goals gemaakt. Al moet ik zeggen dat de derde een beetje gelukkig was vanuit die hoekschop. Maar goed, soms moet je de mazzel hebben. En de vierde was dan een strafschop. En ik denk dat je goed wegkomt bij die eerste bal van Assi. Die verkeerd uitverdedigen van Okita, balverlies. Help me even. Ja, bijna 1-0 achter. En uit rebound kom je 1-0 voor. Ja, ik kan me niet meer voor de geest halen. Dus nee, ik weet het niet. Ja, dat maakt ook niet uit. Maar Okita verloor de bal. Aseïdi ging alleen op Brandhorst af. En uit de rebound bleef Okita staan. Zijn voorzet, Dayishimiye 1-0. Maar goed, dat geeft niet. Ja, klopt. Brandhorst pakte die bal goed, Matthijs. En daaruit in de counter ontstaat die goal, ja. Keep sowieso goed, hè? Ja, zo kort je kan. Ja, hij kiept fantastisch wat dat betreft. Maar zo kort liggen bij elkaar. Aan de ene kant missen ze een kans en in een overname zijn wij, dan scoren we de 1-0. De stand is ook kort bij elkaar. Er is nog wat mogelijk richting halve finale. Maar ik neem aan dat je met dezelfde 11 gewoon blijft spelen nu. Om in die flow te blijven. Ja, we moeten eventjes afwachten of er geen blessures zijn of wat klachten. Het ziet eruit voor nu. Maar goed, soms weet je het toch niet. Maar in principe, ja, is geen reden tot wisselen natuurlijk. Oké, gefeliciteerd nogmaals, succes. Dankjewel.
Dankjewel. Hè.